Ik ben vandaag in Antwerpen en ik heb een afspraak met Ingeborg, want dankzij de Nokia C7 heeft zij een total makeover gewonnen. En eerst op ons to-do-lijstje is het kapsel bij Tony en Kai. Hey, ik ben Ingeborg en ik heb meegedaan aan de wedstrijd omdat ik als beginnende blogger constant op zoek ben naar inspiratie. En ik verwacht dat Diani mij vandaag eens goed onder handen neemt. Hey Ingeborg, proficiat. Je hebt meegedaan aan de Nokia C7-wedstrijd met zijn 7 verleidingen, waaronder mode en beauty. Je hebt deze C7 gewonnen en een makeover met damoro.tv. Voilà, deze geef ik jou alvast. Dankjewel. En we gaan starten met de kapsel. Russell, Tony and Guy is an expert when it comes to hairdressers' trends. You've been doing the fashion weeks in London for ages, but what are the trends for the summer of 2011? This year, we're predicting that the longer hair is going to be a lot softer, a lot more feminine, a lot more natural. So if there's curl in the hair, we bring that out rather than straighten it. What are you planning to do with Ingeborg? So we're going to be doing a texturized cut on that, giving it lots of volume, getting in there, twisting the hair, chopping up, putting lots of different layers in, creating soft volume but keeping the length. Traveling by choo-choo train. We know where, we just don't know when. Like some everlasting onion. Hello. Ingeborg, je haar is gedaan, wat vind je ervan? Ja, ik vind het echt super. Okay. Dat is echt tof. Klaar voor de make-up? Ja. Oké, okay. Zijn we. Kom. Ons Ingeborg is al bij de kapper geweest en natuurlijk nu de make-up. Maar vertel eens, wat zijn de trends eigenlijk voor komend seizoen? De trends voor deze zomer, dan heb je de huidtrend. Dus een heel mooie, verzorgde huid. Dus heel veel glans. Geen poederachtige, niet te matte huid. Ja. We hebben bronzer. Dus veel terracotta kleuren, bruine kleuren, gouden tinten. Dus ik denk dat ze daar zich ook wel bij kan vinden. En dan hebben we de felle kleurtjes, de intense kleurtjes. Dus kan het echt meer gaan knallen. En dan hebben we bijvoorbeeld echt oranje-rode lippen, rode lippen, veel fuchsia. Zien we ook, maar ook voor op de ogen, veel groene tinten, turquoise. En zelfs ook geel en oker gaan we nu ook veel meer terugzien. En ga je dat doen bij Ingeborg, Elke? Bij Ingeborg hebben we gekozen voor eerder zo de trend te doen, zoals we bij Elie Saap hebben gebruikt. Een bruine, mooie make-up, dat ze zelf alle dagen kan doen. En dan gaan we daar een accentje van kleur bij zetten. Ja. Dus dan gaan we wel iets van groen, dat vond ze zelf ook wel mooi. Dus dan gaan we het groene nemen als accentkleur. Oké. Wauw, Ingeborg, fantastisch. Ja, is mooi. Echt mooi. Het brengt de kleuren van je ogen echt volledig uit. Hè? Vooral dat groen vind ik echt heel mooi. Ja. Goed gedaan, Elke. Bedankt. Dank u wel. Met plezier. En nu tijd voor de outfit. Ja. Klaar? Ja hoor. Oké. Okay. Ingeborg, we hebben het haar gehad, de make-up. En nu gaan we zorgen voor de outfit hier bij Essentiel. Ah, super. Ga maar verder. Shining. Oh, super mooi. En Ingeborg, wat is het geworden? Fantastisch. Dit. Ja, dat is leuk. Ik vind het mooi. Ja, daar ga je ook heel veel aan hebben. Ja. Die rok kan je apart blijven dragen. T-shirtje ook nog. Ja, en die t-shirt vind ik echt prachtig. Wel, ik ben echt heel tevreden van vandaag. Ik vind mijn kapsel heel mooi, de make-up heel speciaal. En ja, de outfit is helemaal mijn ding, dus ik ben echt blij.